Oh nee. Oh nee, het is deze baas. Yo, Nintendo fans. Ik heb jullie comments gelezen en nu blijkt dat er nog een super vette baas zit in Kirby. En die zit hierboven in het Colosseum. Je ziet Meta Knight daar al chillen, maar er zijn nog meer bazen hier. Dus we gaan nog één keer terug naar Kirby. We praten met deze Colosseum baas en hier inderdaad zien we de ultieme beker. Oh my gosh, dit gaat sowieso heel moeilijk worden. Voor de eerste keer dat er gewoon uitdaging zit in een Kirby game, jongens. Dus... ik vraag jullie, doe nog één keer je duimpje omhoog voor Kirby. Of abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ga ik proberen om deze ultieme beker te fixen. 12 gevechten zijn dit. Holy moly. Moet ik dan nu gelijk tegen King... Oké. We gaan gewoon lekker een beetje omheen draaien. Hij begint nu lekker te springen. Ja, ga lekker springen. Oh, hij heeft me nu geraakt. Dat is een beetje jammer. Kijk hem gaan, jongen. Waar is die? Waar is die? Hier is die. Pak hem. Lekker. Eigenlijk moet ik nu gewoon een sterretje op zijn hoofd gooien. Oh, maar nee. Geen sterretje op zijn hoofd gooien. Hij is alweer verdwenen. Hij gaat met pilaren gooien. Oké, daar gaat hij, jongens. Daar moet ik van weg blijven. Ja, lekker. Ik kan gewoon van die pinnen op hem gooien natuurlijk ook de hele tijd. Oh, pas op. Pas op. Pas op. Pinnen op hem gooien. Lekker. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Pak hem. Pak hem. Maak hem kapot. Maak hem kapot. Hij is bijna kapot. Hij is bijna kapot. Hij is bijna, bijna, bijna. Hij is helemaal kapot. Lekker. 54 seconden. Ah. De eerste baas is down. Dit is op zich wel een lekkere power-up. Want ik kan ook zo gewoon kristallen op hem gooien. En dan gewoon niet er naartoe gaan. Op een afstandje blijven. Laat ik dat proberen voor de volgende. Oh my gosh, het is de boom. Ja, dit wordt een ding. De boom wordt lastig, denk ik, jongens. In de boom gaan we niet vertrouwen. Wat heeft hij hier voor gekke zijn dat bommen? Oké. Oh, ja. Die dingen weer. Oh, nee. Kijk naar uit, Kirby. Kijk uit. Come on. Come on, pak hem. Maak hem kapot. Ja, zijn tentakels doen er niet toe. Hij is kapot. Oh, lekker zeg. Dit was gewoon in 30 seconden. Super snel. Doei, Boompie. Nou, zouden we voor de hamer kunnen gaan. Maar ja, ik weet niet wat voor baas er aankomt, hè. Laten we doorgaan met deze power-up. Ik vind het best wel chill tot nu toe. Oké, we moeten tegen Golossus. Let's go. Die moet je niet te pakken krijgen. Gewoon aan de achterkant blijven, denk ik. Gewoon een beetje aan de achterkant blijven. Zorgen dat hij je niet raakt als hij gaat stampen. Ja, cool. Dit gaat helemaal goed. Dit gaat lekker, joh. Ja, je gaat nu een rondje draaien. Oké, ik ben weg. Doei. Oh, je gaat... Kom je niet bij mij in de buurt? Kom je niet hier chillen? Oké, cool. Nou, rustig. Nou, helemaal top. Dit was vrij simpel. Deze was vrij makkelijk. Oké. Doei, monkey. What up? Dolle dillo. Hoe is het, jongen? Niet mij vangen, jongen. Niet mij vangen. Je gaat mij niet vangen, vriend. Daar ga je al, hè? Ja, daar ga je al. Helemaal goed. Oh, ik moet nu wel een beetje voorzichtig doen natuurlijk als hij dit gaat doen. Ik moet natuurlijk wel blijven sliden. Oh, ik ben het nu aan het verpesten. Timing, Rick. Ik moet hier nu weg. Au. Niet doen. Ik ben bijna dood. Hij is bijna kapot. Nu moet ik sliden. Nee. Dit had ik gewoon kunnen fixen. Dit was niet goed voor mij. Ik ga het goed maken, jongens. Ik ga hem verslaan zonder geraakt te worden. Even laten zien dat we dit wel kunnen. Ja, nu gaat hij lekker, lekker rondje draaien. Oké, ga maar lekker die kant op. Ja, ga maar lekker weer die kant op. Dag. Ga maar lekker die kant op. Ik kom je achterna nu, hè. Ik weet wat jij gaat doen. Oké. Bijna zonder geraakt te worden, jongens. 1 keer geraakt misschien. Ik ben nu 2 keer geraakt. Ja, dat had ik makkelijk kunnen overleven net, joh. Hier, hij is alweer kapot. Ik had dit beter kunnen doen net, jongens. Ik was te agressief. Oh, er zijn hier gewoon 6 emmertjes zelfs. Oh, wauw. Dus ik kan er nu gewoon eentje pakken. Ik dacht dat er maar 4 waren. Ik wilde zuinig doen. Oké, hier hebben we de grote wide hedge. Oh, hij heeft me al geraakt, joh. Hoe heb je mij geraakt, vriend? Oh, je hebt me nog een keer geraakt? Omdat je op mij valt of zo met je dikke kont? Ja, maar deze is echt heel makkelijk, hoor. Oh, nee, er komt er nog één. Ah, jullie komen allemaal nog even langs. Gewoon dingetjes erbovenop gooien. Ja, oké, zie je? Easy. Ah, ik had net echt niet dood moeten gaan bij die vorige baas. Dat was zo zonde. Wat krijgen we nu? Deze wordt denk ik wel lastiger. Claudia. Claudia is altijd wel vervelend. Want Claudia, ja, die gaat je echt flink pakken met de klauwen. Oké, beetje afstand. Oh, je gaat nog een keer mij slaan. Dat wist ik niet. Dat was ik vergeten. Oeh, ik plantte een ster bovenop de hoofd. Lekker. Maar nu wordt ze lijp, hè. Oké, ja, je begint dingetjes te gooien op mij. Ga je nog meer mesjes gooien op mij? Nee, je gaat de spotlight pakken. Oké, doe maar agressief. Je gaat sowieso kapot. Oh nee, ik moet je nog 1 keer raken nu. Hoppakee. Nee, ik wil gewoon wegsliden.
En ik wil je met mijn power-up slopen, want straks was mijn power-up weg. En ik wou sowieso deze power-up houden. Dus ik moest je niet met een sterke pot maken. En Claudia is altijd wel lastig. Die raakt me altijd wel. Dat is een beetje vervelend. Hoppakee, pakken we dit emmertje. Let's go. Ik ben gewoon gesloopt de dolle dillo, jongens. Dit kan niet. Dit kan niet. Dus even kijken. Wat gaat deze guy doen? Bovenop zijn bakkes vallen. Waarom raak je mij de hele tijd, jongen? Ga je nou lekker weer met sneeuwbal spelen? Hotseflots. Dan nu. De wilde bonkers. Deze power-up is echt heel nice. Oh, bonkertje. Rustig aan, jongen. Rustig aan. Laat me je gewoon even kapot maken. Lekker dit. Nog 50 aan. Oh, nee. Nu moet ik... Oh, nee. Ik dacht dat ik die power-up van het zwaard moest gebruiken voor Matt the Knight. Maar dat hoeft helemaal niet. We kunnen gewoon deze power-up blijven gebruiken. Hé, Matt the Knight? Kan gewoon, hè? Kan gewoon. Je denkt je bent Superman, maar je bent geen Superman. Ik ben Superman. Ik ben Super Curbs. Wat ga je nou doen? Helemaal gek ga je nou doen? Ik gooi gewoon sterren op je bakkes. Ik ga dichterbij komen bij jou, vriend. Ik ga dichterbij komen. Ik ga je pakken, vriend. Hot, slot, bap, bap, bap. Lekker. Bijna kapot. En helemaal kapot. 6 minuten 56. We gaan best oké. Okay. Ben ik nou helemaal niet geraakt door Matt the Knight? Is Matt the Knight nou de enige die mij niet raakt? Een soort van de ultieme baas, die raakt mij niet, maar de rest allemaal wel. Te grappig. Oké, dan nu. Vegeto. Even kijken wat hij ook weer allemaal ging doen, hoor. Oh, ja, in de lucht. Ja, in de lucht flinke sterren op mij gooien. Of hamers op mij gooien. Hij is al voor de helft dood, dat is wel lekker. En er is een ster bovenop. Oh, dat is al bijna klaar. Hij is al bijna klaar, joh. Maar de nadruk op bijna klaar. Want hij staat nog op. Ja, en dan ging hij... Ja, precies. Dan kreeg hij weer nieuwe HP, hè? Dan ging hij weer wat nieuws doen. Hé, jij bent een wilde stier, maar ik ben ook een wilde stier, jongen. Kijk maar, ik draai lekker om je heen, vriend. Hoppakee. En nog een keer. Wat de... Oh, shit. Heb je me nou geraakt? Jij hebt me niet geraakt, hè? Jij hebt me niet geraakt. Ik heb jou geraakt. We zijn allebei twee wilde stieren, joh. Hij raakt me helemaal niet. Ik ben alleen maar om hem heen aan rondjes aan het draaien. Oh, deze power-up is echt goud, man. Deze power-up is zo sick. Maar wat vind jij eigenlijk de beste power-up? Laat het achter in de comments. Oh, oké. Nu wordt het serieus. Nu komt Leon. Bij Leon moeten we denk ik wel oppassen. Hij wou me pakken. Het lukt hem ook half, volgens mij. Hij had me niet vast, maar... Oké. Ik moet hier wel even oprecht voorzichtig gaan doen, denk ik. Ik weet niet meer zo goed wat Leon allemaal deed, maar... Auw! Man, deze kerel wil me pijn doen. Ben je lekker aan het springen, Leon? Oh, nu kom je op me af, hè? Ja, oké. Okay, cool, dan kan ik gewoon even wegjumpen. En dan kan ik zo bij je poten zo. En dan... Nou! Hou op! Leon, rustig. Oké, okay, je springt op me af. En dan heb ik je nu. Nu ga jij iets geks doen, denk ik. Ja, nu word je helemaal lijp. Ben je dan weer helemaal vol ook gelijk? Nee, dat niet. Je gaat wel op mij afrennen zo, denk ik. Of wat ga je ook weer doen? Oh ja, ik moest springen. En dan moest ik zo... Nee! Waarom raak je mij? Niet mij raken! Oké, okay, wegwezen. Wegwezen. Klap hem. Klap hem. Nu is mijn kans. Nu is mijn kans. Nu is mijn kans. Ah, je raakt me nog een keer. En wegwezen. Ja, eigenlijk moet ik nu al die sterren hier zo oppakken. En die gewoon op zijn hoofd schieten. Maar ja, ik wil gewoon met deze power-up. Want deze power-up is nice. Kan je me raken? Ja, je kan me raken. Nu. Nee! Nee! Leon, ik dacht dat je niet die kant op zou gaan. Alsjeblieft, doe rustig aan. Doe rustig aan. Oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Of net niet. Het gaat net niet fout. Pak hem. Pak hem. Woe. Ik dacht er even heel erg makkelijk over. Dat moet je blijkbaar niet doen. We gaan hier even een emmertje pakken. Zo, dan zijn we weer vol. Kistje gaan we openmaken. En daarin zitten muntjes. Oké. Okay. En we gaan door. Nog twee te gaan. En nu moet ik denk ik wel even rustig aandoen. Anders gaan we nog een keer kapot. Oh, deze. Deze. Hoe gaan we dit doen dan? Oh, ik raak hem. Oh, ik raak hem zo. Oh, chill. Oh, dit is super chill. Ik kan gewoon wegrennen en hem raken. Ik moet wel een beetje dichtbij hem blijven, denk ik. Anders raak ik hem niet meer. Oké, okay, we gaan weer even weg. Want ik weet niet eens wat hij nu gaat doen, want... Volgens mij, toen ik dit zelf speelde, de eerste keer, toen deed hij dit niet eens. Oké, okay, dit is wel lastiger met deze power-up, maar het gaat alsnog best prima. We raken hem elke keer als we wegrollen. Helemaal cool. We hebben het net niet binnen de 10 minuten. Oh, hier is gewoon een dude opeens. Oké, okay, let's go, let's go, let's go. Wegwezen. Wegwezen. Naar de zijkant, denk ik. Ja, cool. Oké. Okay. Oh, maar ik kan hem gewoon zo raken, joh. Dit is... Wat ga je nu doen? Wat is dit voor een gekke smurrie? Ik moet denk ik oppassen voor de smurrie. Oh, en oppassen voor hem.
Ik dacht even dat hij mij helemaal niet kon raken als hij daar achterin zat. Maar hij kan mij wel raken, maar het deed helemaal geen pijn. En we hebben hem al, joh. Nog meer muntjes en een beetje proteïne. En dan zijn we nu bij de eindstrijd. Oké, deze wordt denk ik spannend. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het tegen die gekke Elfilin zus is. Oh nee. Oh nee. Het is deze baas. Het is inderdaad de Elfilin zus. En dan welke vorm? Ik denk die ultieme vorm. Die laatste vorm, hè? Ja, die een beetje op Yveltal lijkt of zo. De ultieme levensvorm Ultimo Elfilis. Die bedoel ik. Wat ging deze ook weer allemaal doen? Oké, ja, je kwam in ieder geval gelijk lekker flink op me af. Oké, hij is weer ver weg. Ultimo Elfilis is weer ver weg. Oh ja, je ging dit doen. Ik hoop dat ik gewoon kan blijven rennen. Ja, ik kan gewoon blijven rennen. Cool. En dan nu? Ik weet niet meer wat je allemaal doet. Oh, nu ga je het weer doen. Niet leuk. Niet leuk. Niet oké. Maar ik ga gewoon rondjes draaien rond jou. En dan hoop ik dat ik niet geraakt word door jouw gekke zwaardjes. Ik werd één keer geraakt door jouw gekke zwaardjes. Maar, hey, jij bent al voor twee derde kapot, hè, bijna. Ultimo Elfilis, let's go. Let's go. In je Ultimo Psycho wereld. Wat gebeurde er nu ook alweer? Oh, gekke rotsblokken. Die... niet die keihard op mijn hoofd kwamen. En wegwezen Kirby. Naar de zijkant. Lekker. Oké, cool. We hebben hem ontweken en dan komt hij hier naartoe. En dan gaan we hem kapot maken, jongen. We gaan je kapot maken, Elfilis. Kom, oh, het zijn er nu drie. Eentje is al weg. We moeten ze alle drie kapot maken voordat het ding naar binnen komt. En daar nog één. Come on. Ja, oké. Ja, lekker. Lekker dit. Heerlijk. Geen extra bescherming voor jou. Je bent bijna kapot. Ik ga jou gewoon slopen, hoor. Ik ga jou gewoon kapot maken zo, als je dit doet. Geen enkel probleem. Oh, je hebt nog 1 HP over. Nu komt Elfilin er weer aan. Slijden en raken die handel en klaar. Dikke klaar, Ultimo Elfilis. Ik ben alleen door Dolle Dillo gesloopt. We hebben hem in 12 minuut 5 gehaald. De favoriete roze bal. Lekker. Gefeliciteerd met de geweldige overwinning, Kirby. Hier is je welverdiende beloning. 1500 sterrenmunten. Lekker, man. En we hebben een ster gekregen. En een speciaal figuurtje. Oeh, de Ultimo Elfilis figuur. Nice. Maar was dit het? Volgens mij niet. Ik denk dat er nog iets gaat gebeuren. Kijk, er staan nu 3 sterren hier bij de ingang. Ik denk dat dit het nog niet was. De ultieme beker Z moeten we nog doen. Dus we hebben gewoon nog een video. Hoe sick is dat? Voorlopig hoeven we nog steeds geen afscheid te nemen van Kirby. Maar is de volgende video dan echt de laatste video? Ik durf het niet meer te zeggen, jongens. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!